Ze noemen zich de Cake Diva's, bestaande uit Kelly Gaalman, Tamara van der Made en Yvonne Meijer. Ze hebben laatst bij de Cake Games in Beverwijk de prijs gekregen voor de beste taart. Niet alleen de mooiste decoratie, maar ook overheerlijke smaak. We zijn eigen vriendinnen en we hebben elkaar leren kennen tijdens een cursus suikerbloemen maken. Um, ja, en, en toen klikte het gewoon heel erg goed. Dus uh, sindsdien spreken we af en toe af om nieuwe taarttechnieken uit te proberen. En uh, zijn we hele goede vriendinnen geworden. Op een gegeven moment kwam uh, een van mijn vriendinnen die zegt, uh, zullen we ons opgeven voor de K-games? Wel ja, we, we gaan toch niet door, doe maar, we zien het wel. En toen bleek dus toch dat we bij de laatste vijf in de halve finale stonden. En toen dachten we, ja, dat is toch eigenlijk wel heel erg tof als we daar mee kunnen doen. En uh, uiteindelijk gingen er dus drie door naar de finale. En twee werden gekozen door een vakjury, twee teams. En één team door middel van uh, publiek stemmen via Facebook. Toen zijn we doorgegaan naar de finale. Ja, we moesten in acht uur tijd moesten we een uh, taart maken. Dus ook het bakken en de vullingen maken en het decoreren. Dus dat is best wel uh, kort in acht uur tijd. Je bent wel met z'n drieën, maar heel veel moet drogen. En natuurlijk in de oven en afkoelen. En uh, we konden uiteindelijk 30 punten krijgen voor de smaak. Daar hebben we ook heel veel uh, werk in gestoken, zodat, uh, ja, zod zodat we zeker achter de smaak stonden. En uh, daar hebben we ook een hoog cijfer voor gekregen. Dus ik denk dat dat wel een van de redenen is geweest uh, waarom we hebben gewonnen. En daarnaast moest het in uh, steampunkstijl zijn, de taart. En uh, ja, ze vonden ook dat we dat, we dat heel goed hadden gedaan. Ja, het stuk was niet helemaal af, maar dat was uh, nie niemand, alle teams, die hadden het niet helemaal af. Maar ja, ik denk dat de smaak het vooral heeft gedaan aan het einde, ja. Wat maakt jouw taart nou anders qua smaak? Wat, 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 wat is jouw geheim? Uh, ik probeer heel veel verschillende smaakcombinaties te combineren. Uh, bijvoorbeeld in onze wedstrijdtaart hadden we een, uh, een, een mango passievrucht curd. Ook hadden we een mango passievrucht merenga botercrème gemaakt... En de biscuit hadden we getrempereerd, dat is zeg maar het vochtig maken van de cake... zodat die niet zo droog is, uh, met controle. En we hadden ook een laagje merengue schuim aan de binnenkant van de taart gedaan... Dus zodat je iets knapperigs erin had zitten. Die was weer ingesmeerd met witte chocola. En aan de buitenkant van de taart, uh, onder eigenlijk de fondant, zat nog een laagje witte chocolade ganache. Dus dat zijn uh, allemaal smaken die heel goed bij elkaar combineren. En daar hebben we natuurlijk heel veel getest, zodat die echt perfect van smaak was... Nou, los van dat uh, taarten eten hartstikke lekker is, zijn we het over eens. Wat uh, voor affiniteit heb jij met taarten maken en uh, bakken? Dat ik vier was, zei ik al, ik wil banketbakker worden. Dus de, dat ik heel klein was, begon het al. En uh, ik ben uiteindelijk ben ik eerst een interieuropleiding gaan doen. Want dus, ik dacht, ja, je bent klein en je zegt dat, maar ik nam het niet heel erg serieus. En na die opleiding dacht ik, ja, eigenlijk. ...ja, wil ik het nog steeds heel graag, dat bakken. Dus toen ben ik een patisserieopleiding gaan doen bij het culinair centrum in Beverwijk... ...waar ook de wedstrijd was. En, en zo is het eigenlijk weer uh, een beetje begonnen. Van hobby naar, naar werk eigenlijk. Ja, dus sinds ik die patisserieopleiding heb gedaan, uh, ben ik het ook al voor mijn werk gaan doen. En uh, naast dat ik taarten maak, geef ik ook kookles... ...en organiseer ik uh, kinderfeesten in onze studio in Amsterdam... En uh, maken dus bruidstaarten en verjaardagstaarten. Nou, voor alle feestelijke gelegenheden maken we taarten en doen we catering. Dus, uh, ja, en natuurlijk ook cupcakes en alles uh, wat zoet is eigenlijk. Mm -hmm. ja. En hoe kunnen mensen jou nou benaderen? Die mensen die nu kijken en heel erg enthousiast zijn door het verhaal. Nu is het allemaal nog via de website uh, van de Kelly's Keuken en de Knutselkookclub. Dus als je naar www.knutselkookclub.nl gaat, dan, uh, dan kom je bij mij. Voor degenen die graag willen leren te bakken voor kindjes of voor volwassenen, wat jij nog even kwijt wil daarover? Uh, ja, als, als je het wil leren, dan is het vooral gewoon heel veel oefenen, oefenen, oefenen. En ik denk dat als je nog nooit een taart hebt gemaakt, dan uh, is een, een basisworkshop taarten maken, is natuurlijk uh, een goed begin om daarmee te beginnen.